Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de Koterij. Yes, mijn papieren waaien hier al weg. Yes, deze week maak ik iets voor PlayStation. De vriendelijke mensen van PlayStation hebben mij gevraagd om iets te maken voor de release van Ratchet & Clank Rift Apart. In deze nieuwe editie van de Ratchet & Clank serie komt een nieuw personage, Rivet. En dat is een meisje. Dus ik dacht, hey, the future is female. Ik maak gewoon de hamer van Rivet. Voor de kop van de hamer ga ik dit tonnetje van paprika chips gebruiken en een PVC-buis voor het handvat. Nu, heel belangrijk bij het maken van dit soort dingen is de verhoudingen. Gelukkig heb ik online deze foto gevonden. Deze. En daarop kan ik eigenlijk meten wat de verhoudingen zijn. Er is een simpele truc voor. Ik meet eerst op de tekening hoe groot de kop van de hamer is. 16 mm. Dan meet ik de diameter van het tonnetje. Dat is 18 centimeter. Dan deel ik 18 door 16. Is 1,125. Oké, nu weet ik, als ik iets meet op de tekening, dan moet ik het vermenigvuldigen met 1,125. En dan weet ik hoeveel centimeter het in ware grootte zal zijn. Goed, nu ga ik alles meten, een tekeningetje maken en dan kunnen we verder. Mooi berekend en uitgetekend. Een aantal dingen ga ik gewoon met simpele PVC-buizen maken. Dingen die je in de doe-het-zelfzaak kunt kopen. En andere delen ga ik uittekenen op mijn computer en printen met de 3D-printer. Alle stukken voor de steel van de hamer zijn klaar. Stukjes PVC-buis gezaagd, een lang stuk en natuurlijk de 3D-printer ook aan het werk gezet en alle ribbeltjes van het printen glad geschuurd. Voilà, nu alles aan elkaar kleven en dan is de steel klaar. Oké, ik wil in dit blokje dat ik gemaakt heb uit EVA-foam ronde gaten snijden. Maar je kunt hier niet in boren, want dat gaat niet. Dat is te zacht materiaal. Maar je kan er dus wel in snijden. Daarvoor heb ik dus aan een stukje PVC-buis een scherp randje geslepen met de dremel. En dan kan je mooi ronde gaatjes maken. Tip! Alle verschillende onderdelen van de steel zijn klaar. 3D geprinte stukjes, dit komt dan hier. PVC buizen, stukje in EVA foam en dan stukken uitgesneden met geslepen, scherp gemaakte stukjes PVC buis. En dit stukje hier, daar heb ik gaatjes in de steel gemaakt, want hier komen lichtjes in. Dat kun je zien op deze foto of daar, ik weet niet waar ik plaats heb. Dus hier komen lichtjes en natuurlijk moet je dan gaatjes maken waar de kabeltjes voor je lampjes in mogen. Nu gaan we de kop van de hamer maken met ons tonnetje en een stuk. Dat is zeer moeilijk om allemaal in beeld te houden. Dus een tonnetje en een rioolbuis. Maar ze is nog niet gebruikt, gelukkig.
De basisvorm van de hamer is klaar. Zie je het? De kop van de hamer is klaar. En met een zeer vernuftig systeem, al zeg ik het zelf, hier, hop, kan de... Kijk, zie je het? Dus hier bovenaan heb ik een stukje foam gestoken, zodat de steel van de hamer mooi vast zit. Voilà, de basisvorm is klaar. Ik heb al onmiddellijk gezien dat dit en dit eigenlijk een beetje te ver uitsteekt. Dus daar moet een stukje af, want daar ga ik dan straks dit opzetten. Niet in papier, dit is mijn schabloon. En dat komt daar dan mooi aan de zijkant op. Haha, we vorderen goed. Yes, en nu nog de achterkant, maar eigenlijk is dat een beetje van hetzelfde. Patronen maken in papier, dat omzetten in EVA-foam, een beetje schuren en hop, voilà, dan is dat ook klaar. En dat past hierop, als ik een beetje kan foefelen en een beetje duwen. Want ja, ik ga het niet dichtmaken natuurlijk, want in deze hamer moet nog van alles. Tijd voor de elektronica. Cool, hè? Dat is een Arduino projectje. Kijk, met NeoPixels. Oeh, ik heb een NeoPixel bril. Dat is eigenlijk gewoon een code die ik gevonden heb op het internet. Ik heb een beetje gerommeld aan een Arduino code. En eigenlijk echt moeilijk was dat niet. Maar ik ga er niet te veel uitleg over geven. Ik zet hieronder gewoon een link naar een video waar dat prachtig uitgelegd wordt. En dat is een video van Kamui Cosplay. Als je cosplay tof vindt en EVA foam, zeker dat kanaal ook eens checken. En ja, deze dingen hier, die draaiende lichtjes, die komen dus hier achter dat wit stukje, allee, transparant stukje EVA foam, want in de videogame kan dit draaien en ik denk als er van die draaiende lichtjes achter zitten, dan lijkt het alsof het draait. Dus elektronica erin. En er komen nog lichtjes, hè. Er komen hier, oei, er is al een stuk uitgevallen. Hier komen ook lichtjes, hier komen lichtjes en natuurlijk in de steel ook. Werk, werk, werk. De hot glue is afgekoeld. Nu gaan we de batterijen insteken en kijken of alles werkt. Oei. Ja! Oh yes! Oh prachtig! Oh ja, en aan de andere kant ook. Oh prachtig. Oei. Oh, oh. Hè? Ineens komen er andere kleuren. Ah, er is een kabeltje losgekomen. Wow, krijgen we een dikke vette disco zeg, als dat kabeltje loskomt. Zo, maar dat is beter. Yes, oké. Nu moet er vooraan en hier in dit stuk en dus vooraan, daar moet ook nog licht in en dat gaat hetzelfde zijn als in de steel. Ja, dat moet allemaal door die buis. Dus dat zijn veel kabeltjes door een dunne buis. Dat wordt gepast. Thank you.
command supreme. Alle kabeltjes zijn aan elkaar gesoldeerd. Ik moet eerlijk zijn dat ik ergens onderweg wel een beetje verloren gelopen ben. Maar oké, we duimen. Ik steek de batterij in en we kijken of dat het werkt. Oh. Ja! Oké, nu ga ik controleren of dat bij allemaal is. Hè. Dus deze, oké. Hier, deze, yes. Oké, 1, 2 langs deze kant, 1, 2 langs deze kant, en hier van onder. Oh yes! En het is een glow effect. Dus ik weet niet of je het ziet, maar het pulseert van helder naar iets donkerder terug, helder, iets donkerder. Waardoor dat je het gevoel hebt dat er in deze hamer een reactor zit. Oh, yes, man! Oh, dat is toch onwaarschijnlijk! Een Arduino-projectje dat onmiddellijk gelukt is. Wauw! Zo, de basisverflagen zijn aangebracht. Eerst zwart, daarna blauw en dan hier die mooie lijnen erop gezet met de schabloon. En dat is oké, maar nu gaan we dan meer diepte geven, meer karakter. Dit is een metalen hamer, dus overal waar dat de hamer tegen geschuurd heeft, is de verf weg of is het metaal meer blinkend geworden. En dat kunnen we doen met dit magisch spul, Rubbin Buff. Het doet er een klein beetje op een blad papier en dan een heel klein beetje op je vinger. En dan doe je dat hier bijvoorbeeld hier aan dat schroefje. Kijk, zie het? Dus nu worden die schroefjes precies meer metaalachtig en zijn die niet meer zo uit EVA foam gemaakt, maar precies uit metaal, doordat we dus gewoon deze magische verf erop doen. Straks gaan we ook alles nog een klein beetje vuil maken en dan gaat de hamer er nog echter uitzien. Dit is het leukste, hè? Het schilderen. Hè? Oh man. Oh. Hoe cool is deze? Hoe goed, man! Hey, met die draaiende lichtjes en de pulserende blauwe gloed. Oh, hier een lichtje, hier twee lichtjes, hier van voor. Oh, yes, zalig! Het is bijna klaar. Nog één ding, als we even kijken naar de foto, of de tekening beter gezegd, dan zien we dat er hier onderaan mijn papier valt. Hier onderaan zit ze precies een bolletje. En dat ga ik doen met een springbal. En er zit ook op twee plaatsen zit er nog een stuk rode kabel. Dat ga ik hiermee doen. Dat zijn de laatste accenten. Maar deze ga ik een beetje, kijk, ik heb het hier al eens geprobeerd, een beetje donkerder maken, want dit is te proper. Het moet ook een beetje vuil zijn. Oh, maar zalig zeg! Wat een coole hamer! Ah. De finishing touch. Gewoon een paar kabeltjes. Ja, ik moet eerlijk toegeven, het was behoorlijk spannend om in mijn afgewerkte hamer te boren. Maar het is gelukt, zeg. Kabeltjes. Hier onderaan een mooie springbal. Toink. Dames en heren, ik stel jullie voor... De hamer van Rivet. Is het hem goed gelukt? Ik denk het wel, hè. Ja! Huh?
En het verhaal van deze hamer stopt nog niet. Nee, die gaat nu naar mijn collega-YouTuber Egbert. En die staat toevallig hier aan mijn deur. Hey! Toeval! Welkom! Welkom Egbert. Ik overhandig u officieel de hamer. Zo, oh, die is best wel zwaar. Wat gaaf, gast. Dat is een hamer, hè. Ja. Heel vet. Egbert, is van alles van plan? Wat ga je ermee doen? Ik ga hier een korte video mee maken met allemaal video-effecten erin. Waardoor het net lijkt alsof ik in een videogame zit met de hamer. Cool. En dat wordt heel gaaf, hoop ik. Dat denk ik ook. Allemaal checken op Egbert's YouTube-kanaal. Wauw. Collaboration en al. Wow. Dus check zeker allemaal Ratchet & Clank Rift Apart. En ga ook allemaal een keer een kijkje nemen op het YouTube-kanaal van Egbert. Hieronder de link. Volgende week doet hij iets met de hamer. Ik hoop dat je het leuk vond. En abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En tot volgende week. Jawel. Waarom buk ik eigenlijk? Ik kan ook wegwandelen. Hè?